Jezus Christus, wat duurt dat lang! Ja, ze kunnen hun mond ook niet lang stilhouden, hè? Zo. Zo. Daar ben ik op. Maar kijk, er is nog één ding wat ik wil graag met jou nog een keer doen. Sonic 06! Opnemen bedoel je? Ja. Dan moet ik godverdomme twee capture cards meenemen. Heeft de Xbox 360 HD? Volgens mij wel. HDMI. Nee, ik heb er twee, dus ik kan het zo nakijken. The Himalayans en the Moon. Nou, de Moon doen we als laatst en nu is de Himalayans. We're headed for the Himalayas to hunt for the lost crown of Genghis Khan. Zo. Genghis Khan, dat klinkt zo raar. Genghis Khan! Het enige waar ik fucking aan denk is gewoon de Pokémon. Ik kan er echt niks meer aan doen. Genghis Khan! Maar wat is Bubba Duck? Oké. Okay. Indulge me, lads. The last thing this expedition needs. Maar ja, okay. We gaan een week of zo. Ja, gaan een week. Ik stuur je wel de details. Nader, dat is goed. Toch. Nou, dat is het voor mij wel chill. Dan is het gewoon van. Hey, eindelijk langer door dan 9:30. Toch heeft ze zijn me om en toe nu ook uit eten, dus. Zo. Namelijk om 9:30 de andere afspraak. Nou, de gebruikelijke afspraak. Ja, lekker GTA doen. Ga over GTA. Kunnen we hem gewoon niet vragen voor GTA? Nee, doe maar niet. Dom idee? Nou, nee, het is geen dom idee, dat niet, maar dit doe maar niet. Er moet wel iemand vinden, dat is twee historisch hier. Nou kijk, zal ik zeggen, maar de enige persoon dat weet ze die sowieso mee wil doen. Nando. Ja. Nou, dat kan toch gewoon. Ja, maar dat is dan eigenlijk mee met z'n drieën, dus ja. Ja, beter dan met z'n tweeën. Alleen moet jij moet even voor zorgen dat je online level 5 wordt, anders kan je geen reet uitvoeren. Zal ik binnenkort wel even regelen. We kunnen makkelijk playlists doen. Dan kan je wel heel erg makkelijk level up daar niet van. Dan krijg je kapot voor geld. Ja, maar dat wordt ook interessant. Want het enige wat ik al meteen zie en wat ik ook graag zou willen, ja, is de DeLorean. De wat? En dus trouwens, ik wil het liefst met z'n vieren, want dan kan je de, hoe heet het doen? De heist. Ja, nou. Dat wil ik gewoon heel graag. Nee, de DeLorean. De heist heb ik namelijk gewoon nooit gedaan, hè. Oh, nee, dat wordt interessant. Nee, de DeLorean. Back to the Future heb je nooit gezien, hè? Nee, ik heb Back to the Future nooit gezien. Nee. Ik ben het ook niet van plan uit. Sorry voor de Back to the Future fans. Nee, de DeLorean is een redelijk oude auto, maar als een hovercar. Ja, dat weet ik. Dat weet ik wel. Ik denk ook wel gaaf. Maar ja, er is ook nu een andere auto, dat is een submarine car. Ja. Dit vind ik fijn. Ik vind de touw in deze game vind ik niet fijn. Oh, it's too late. Those bunny bandits have nee, helemaal niet gekoppeld zijn met spinnen. Maar oké, dan doen we het gewoon als verkocht. Doen we de Himalayan maken we af, doen we de Moon en dan is het klaar. Nee, we moeten de finale even. Ik weet niet hoe lang we de tijd hebben, hoor. Als jij om half tien hebt bij een andere afspraak, dus. Ongeveer 9:30, ja. Ja, dan kun je niet de final level doen. Nou ja, ik vind het al knap als ze tot de Moon kunnen komen, eerlijk gezegd. Heb jij daarvoor? Ik weet niet verwacht. Nee, dan zou je zondag twee dingen doen, want ik denk toch dat final level die. Een half uurtje? Maar ik wou dat zeggen, maximaal misschien een half uur, hè? Ja, en dan. En dan kunnen we verder met de anderen. En dan gaan we even kijken. Nou, dan maken we nu even een lijstje op. Want ik ga sowieso met een projectje wat ik heb gedaan. Met Erwin, dat ga ik vervangen door zijn man. Wat dan? Zelfde game. Ik weet even niet welke game, maar dat komt wel na de recording. Ja, komt na de recording. Maar ik ga hem vervangen, want dan komt het tenminste af. Ja, maar ik wou dat zeggen, Saman die kan wel lullen, dus dat scheelt.
staat ook een slok op een borrel. Ja, klopt. Je hebt gewoon mensen erbij zitten die echt kunnen lullen. En de mensen die met die groepje dat we hebben. Ja, andere mensen zijn zo van... Best wel apart dat we gewoon... Ik blijf het... Vind jij het niet apart dat we eigenlijk zo'n groep... Gewoon best wel grote groep hebben? Ja, en by the way, geef ze niet al te veel complimenten als ik kijk deze video, hè? Weet ik, maar ik vind het blijft gewoon apart. Weet je? Ja, klopt. Had jij dat toen we 5, 6 jaar geleden begonnen... Nee. Dat had je ook niet verwacht. Ja, klopt. Ben ik ook heel eerlijk in. Weet je ook dat de hun momenteel bezig zijn met het maken van een kanaal? Wat? Ja, hey. De naam is ook echt gewoon zo van, ja, maak PRD belachelijk. Waarom? Borrelnoot HD. En wat gaan ze daar doen? Het is een beetje hetzelfde idee wat bij hebben. Pokémon Races. Oké, I'm stuck met Human Lane. Ik heb natuurlijk even geen idee waar ik naartoe moet. Ik heb ook geen idee. Ik ben ook maar wat dat doet. Ik ben gewoon een beetje rondlopen. Ik ben weer bij het begin. Tyfus! Heb je ook heb je ook Bubba bevrijd? Nee, ik heb nog niks gedaan. Ik zie nu in ieder geval dat hoe heet die vent? Zijn launchpad vliegtuig heeft gemaakt. Oké, dit lijkt als progress, maar... Ze voelt het ook, ja. Van mij. Nee, met de moon voelt het ook meer van, oké, ik ben ook echt iets aan het doen, maar hier zit ik zo van... Ja, maar Lions vind ik ook een moeilijkste level. Omdat je verschillende dingen aan het zoeken bent. Oh, handig is. En natuurlijk, ik was gekilld door een bunny. Oh, okay. Maar heb jij ondertussen al je vierde hart, of niet? Ik heb een vierde hart, maar ik heb hem niet gepakt in de mines. Waar heb je hem dan? Niet in de Malayans? Ik heb hem niet in de Malayans gekregen. Voor mij had ik hem gekregen bij de... Als ik het goed heb onthouden, was het of een museum of Transylvania. Ik kreeg hem op een gegeven moment omdat ik links een secret vond. It's a secret. Volgens mij kan je maximaal 6 hartjes krijgen. Dat zou zo eens kunnen, want anders lijkt me deze game ook heel erg te gemakkelijk. Natuurlijk, ja, je kan het op hard mode spelen, I know, maar stil. Speedrunning, wat heb ik daarvan? Zo, ik heb even leven nodig, holy shit. Zo. Kijk, mag ik hier omhoog? Ik heb letterlijk wel geen idee meer. Moet ik hier naar beneden? Nee, ik kwam. Waar heb ik het knopje vandaan? Fucking er nou in dit. Wel leuk dat het nu gewoon weer als iets alsof. Het is weer typisch PRD, waar de fuck moeten we naartoe? Ah, fuck. Aha. Hier ben ik nog niet geweest. Zo, aha. Serieus! Ik land op de aarde, daar valt een bunny uit. En door die bunny ga ik. Pluk de afgrond. Bunny! Waarom krijgt ze baat in de keer? Nou, die had ik al heel vroeg hoor. Je kan bij mij niet zeggen dat mijn stem heel vaak nog overslaat. Het gebeurt echt sporadisch. Oké, hier bevrijd ik Bubba. Wat zie je rechts dan? Joep! Joep! Hup. Weet je wat wel kut is als je bijvoorbeeld met een nieuwsredactie werkt? Nou. Oh, je moet de bunnies killen! Nee, meen die? Ja, want ik vind dan gewoon een piece of equipment bij een bunny, omdat ik een bunny kill. Dus tip van de eeuw, probeer zoveel mogelijk bunnies te killen. Ja, ik zal het onthouden. Super random dit. Ja, maar dat klinkt toch ook gewoon zo van... Ja, maar hoe moet je dit weten? Tenminste, ik sprong op een bunny en toen... jongens, jullie moeten de tekst lezen. Ja, alsof we dat aan het doen zijn in een platformer. Hallo. Doe ik wel fucking Super Mario not. Oh, ik hoop zo dat gewoon dat Virtual Console verhaal waar is. Dat ik gewoon straks gewoon Sunshine kan spelen. Kan ik misschien eigenlijk eens een keer een race met mijn grote vriend Glenn doen. Ja, maar daar zit ook al tijd. Daar zit je ook al tijd op te wachten. What the fuck is dat? Een oor. Oh, Bubba. Dat is Bubba.